Helemaal, dit is even snel ik van de toekomst ten opzichte van de video die jullie dadelijk gaan zien. Ik heb deze week voor jullie een shoplog met cosplay onderdelen die bedoeld waren voor Dutch Comic Con. Nu is er net bekendgemaakt dat Dutch Comic Con in november niet doorgaat, maar het verplaatst wordt naar maart. Dus wanneer ik het heb over aankomende Dutch Comic Con, dan is dat nu helaas diegene in maart. Toen ik dit opnam, wist ik dus nog niet dat Dutch Comic Con niet door zou gaan. Helaas. Maar cosplay onderdelen zijn altijd goed, dus blijf vooral lekker kijken. Hi guys, ik ben deze week voor jullie met een cosplay unboxing van ook een echt bizar grote doos. Ik ga daar spullen unboxen die ik heb gekocht voor Dutch Comic Con. Daar ga ik Borderlands cosplay naartoe dragen samen met een vriendin. Drie dingen hiervan zijn voor mijn Psycho cosplay van Borderlands en eentje is van Tiny Tina. Al moet ik alvast van tevoren zeggen dat ik denk dat het van Tiny Tina niet helemaal een succes gaat zijn. De spullen komen van Etsy, AliExpress en van Geekstore. En ik zou natuurlijk weer de linkjes in de beschrijving zetten. Mocht je nou houden van cosplay, Harry Potter of andere nerdy, geeky, gaming, do-it-yourself video's, vergeet dan vooral niet om te abonneren en alvast een like achter te laten als je dat nog niet gedaan hebt. En dan ga ik heel snel dingen unboxen, want een paar pakketjes hiervan liggen echt heel erg lang te wachten en ik ben echt heel erg nieuwsgierig. Ik begin even heel erg snel met twee goedkope dingetjes van AliExpress, twee kleine pakketjes en daarna gaan we door naar de grotere dozen. Eerst van is deze en deze ligt volgens mij inmiddels echt al een maand op me te wachten. En het zijn, als het goed is en ik het me goed herinner, hele simpele handschoentjes die ik dan voor mijn Psycho cosplay wat wil gaan maken en vies wil gaan maken. Oh! Oké, even, dit is echt heel erg disturbing. Ik heb vaker dingen van AliExpress besteld die je dan openmaakt en die een beetje chemisch ruiken. Dit ruikt niet chemisch, dit ruikt letterlijk naar vis. Ik weet niet of ik dit nu aan wil doen, hè? Maar goed. Dit zijn hele simpele nep leren handschoentjes. En die zijn al zo vingerloos. Gaan met een knoopje dicht. Oh, van binnen is het nog erger. Oh, die geur is echt heel disturbing. Maar ik heb dus eerder dit soort handschoentjes van AliExpress besteld voor een paar euro. En ja, voor bepaalde soort cosplays zijn deze gewoon perfect. Dus ja, dat is dat. En ik wil deze dan een beetje gaan weatheren, zodat het er niet helemaal zo glimmend zwart uitziet. Heel erg simpel item, maar ik denk ik pak het er gewoon bij in de unboxing. Die geur blijft wel een dingetje. Noem me overdreven, maar ik ga gewoon mijn handen desinfecteren, want ik vind dit echt... Die geur is echt niet oké. Snel door naar het andere AliExpress pakketje. Deze heb ik ook heel erg lang liggen. Volgens mij was dit inclusief verzending 8 euro. Dit is voor mijn Tiny Tina cosplay. En dit is een knuffeltje die ze ook in het spel heeft. Maar nu moet ik zeggen dat ik deze kocht toen er nog geen reviews waren. En daarna kwamen er wel reviews en het zag er nou niet zo veelbelovend uit. Maar we gaan het zien. Om heel eerlijk te zijn vind ik het niet verschrikkelijk. Hij is wat te grijs. Volgens mij moest hij wat witter zijn. Maar het lijkt best wel redelijk op diegene uit het spel. Ik had alleen deze ietsje groter in gedachten dan die is. En ik zie al dat hij op camera wat witter eruit ziet dan in het echt. Hij is best wel grijs. Maar op zich vind ik hem wel cute. Hij heeft van achter erin genaaid main squeeze. En dan alsof er twee pleistertjes bij zijn achterste zitten. En hij is super super zacht. En je kan het oortje dus ook poseren omdat er iets van ijzerdraad in zit. Op zich, ik weet niet meer zeker wat ik hiervoor heb betaald. Volgens mij 8 euro. En als dat zo is, dan ja, vind ik hem wel prima. Alleen hij had eigenlijk wel echt groter gemoeten. Maar goed. Dan gaan we door naar de echte interessante dingen. En dat is op de eerste plaats deze doos van Etsy. Hierin zit het masker van Psycho van Borderlands. Hij rammelt wel een beetje en dat baart me een beetje zorgen. Ik hoop dat hij goed is overgekomen, want volgens mij komt deze van Rusland. Oh, ik weet niet of jullie dit kunnen horen, maar ik hoop echt dat hij heel is aangekomen. Want het rammelt echt heel erg. Oh. Het is denk ik dit wat ik hoorde. Oeh. Oh, wat leuk. Ik weet wat het is. De verkoper had me bericht dat alles vertraagd zou worden omdat ze besmet was met de virus. En daarom had ze een klein, ja, kleinigheidje erbij gedaan. Super lief. En er zaten dus ook twee doosjes bij met, ja, snoep, denk ik. Compleet vreemd persoon stuurt snoep naar je op. En Esmeralda be like, ik wil dit eten, ik wil dit proeven. Een doosje met een soort van Frankenstein en iets groens. En we hebben iets met een vampier. Er zitten een soort balletjes in. Ik heb geen idee wat het is. Het is inderdaad een beetje zuur, maar niet super zuur waar ik bang voor was. En het is gewoon kauwgom.
Ik vind dit altijd wel leuk, want je krijgt zoals snoep wat je anders nooit geproefd had. Oké, we raakten even afgeleid. Terug naar de doos. Ik kan hem er al een beetje doorheen zien. Jongens, deze is zo, zo tof. Oh my god, dit is zo vet. Ik weet niet of je hier een hele dag mee op kan lopen, want ik denk dat je dan een beetje benauwd krijgt. En je kan er wel doorheen zien, maar je ziet een soort van vaas. Maar dit ding is zo tof. Ik kan hem ook op je hoofd dragen en een beetje, ja. Jongens, het verfwerk op deze en gewoon hoe die 3D geprint is. Oh, ik ben hier zo ontzettend blij mee. Mijn haar is het er niet helemaal mee eens dat ik net dat masker heb opgedaan, doe. En hij heeft dan nog van binnen bedrading lopen. En hier een aan- en uitknopje waar een batterijtje in moet. Alleen dit formaat batterij heb ik echt niet in huis. Dus ik kan de lichtjes niet testen. Maar als het goed is, zit dus hierin ook groene LED-lichtjes. Hallo, dit is Miranda van de Toekomst die batterijen heeft gefixt. En de lampjes doen het ook goed. Vooral als het een beetje donker is. Ik heb nu nog meer zin om samen met die vriendin naar Dutch Comic Con te gaan. Zij gaat deze waarschijnlijk opdoen en ik dan als Tiny Tina. Ah, dit ding is wel echt heel erg tof. Even van dichtbij als mijn camera wil focussen. Ja, kijk gewoon hoe die cel shading is gedaan. En er lijkt echt een soort diepte in te zitten voor de kleurverloop. En die bruine roestachtige dingetjes. Ik heb hier geen woorden voor. Ik ben hier echt compleet verliefd op. Nu was dit naar mijn idee een vrij beginnende Etsy-verkoper. Want ze had nog niet zoveel sales en niet zoveel reviews. Maar echt, ik kan deze persoon niet genoeg aanraden. Super lief. Stopt er gewoon een cadeautje bij, houdt je goed op de hoogte en heeft echt prachtig werk geleverd. Oké, maar we moeten toch echt door naar de volgende doos nu. En dat is deze. Misschien iets met Save the Best for Last. In ieder geval the biggest one for last. Ik heb deze besteld op een Nederlandse website Geekstore. En ik ga eerlijk zijn, ik heb niet naar de afmetingen gekeken. Ik zag gewoon dat het wapen was van Seiko en ik heb hem gewoon besteld. En toen kwam er dus in één keer een doos binnen van letterlijk een meter lang. Ik ben benieuwd. Ik heb echt geen idee wat ik hiervan kan verwachten. Of het nou echt zo'n groot ding gaat zijn. Of dat het gewoon verpakkingsmateriaal is. I don't even know. Oké, ik kan wel al zien dat hij ietsje minder groot is dan de volledige doos. But it's still a pretty big boy. Ik geef jullie de eerste review. Wow! Ik ben bijna jaloers dat ik mijn Psycho-kostuum aan een vriendinnetje uitleen. Want oi, dit ding is vet. Het is dus een officially licensed foam replica van de Bus X, dus het wapen van Seiko. We gaan hem openmaken. Het is een officiële licensed replica en ik ben de doos compleet aan het vernielen, want ik wil dit toch alleen voor cosplay gaan gebruiken. Als ik mensen dit op YouTube zag toen voor Harry Potter spullen, had ik nu echt heel erg gecringed. Dus sorry voor mijn Borderlands fans out there die hier misschien echt moeite mee hebben. Ik vind dit altijd zulke verrotte verpakkingen om te openen met dat plastic. Je houdt je er alleen maar aan open. Ja, het is dus echt een soort van rubberachtig foammateriaal. Waar ze ook wel eens die kindercarnavalswapentjes en zwaarden van maken. Hier van binnen, de buitenlaag is wel zacht, maar van binnen zit dan wel iets hards waardoor die goed blijft staan. Maar hier kun je het maar zien, het is echt rubberachtig spul. En dit beweegt dan echt. En dit is een soort ketting, wat dan niet van het rubber spul is. De rest, zover ik kan voelen, is allemaal wel rubber, foam, rubber foam. En voordeel, daardoor is hij lekker licht en kan je hier makkelijk heel de dag mee op een conventie lopen. Nou, ik vind dit echt een hele, hele, hele vette replica. Zowel voor cosplay als voor als je een collector van game items bent, dan is dit ook echt super vet. Als ze dan echt heel erg op de details willen gaan zitten, zie ik wel dat het foam hier, het rubberspul, wat luchtbelletjes erin heeft. Dat is letterlijk het enige. Ik ben hier echt, echt verliefd op. Wil ik ook als Psycho cosplay? Oh, ik ben nu zo excited voor Dutch Comic Con. You have no idea. Oh, ik ben helemaal in mijn element. Nou jongens, dat was dan de video van deze week. Een cosplay unboxing. Ik ga mijn enthousiasme spulletjes opbergen in mijn cosplaykamer. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Dan ga ik de video beëindigen en zie ik jullie volgende week weer met een andere.
cosplay Harry Potter nu de geeky video. Doei! Hey, Sil. What the fuck is that?